Find your personal balance en jouw levensritme bepaalt mede hoe je je voelt. Dit zegt Anil Ranjananam, Healthy and Wellbeing Coach, gisteren tijdens een workshop over Health and Wellbeing Living in Wellness Resort Jacana. Volgens Ranjanam zijn we geboren met een persoonlijke energie, maar gedurende onze opvoeding raken wij onbewust verwijderd van deze energie. De coach gaf aan dat mensen hun kwaliteiten gekoppeld zijn aan een persoonlijk energie-element. De elementen zijn water, aarde, hout, metaal en vuur. Al deze elementen vertellen iets over de persoonlijkheid van iemand, zegt Ranjanam. Nou, we kennen dat wel, hè? Blauw, bruisend, zacht. Kan je helemaal tot rust brengen. En de mensen die een waterenergie-kwaliteit hebben, hè? Dat is heel leuk, laten we het even samen doorlezen. Hoewel je graag alleen bent, voelen mensen zich aangetrokken door je mysterieuze uitstraling. Net als water gemakkelijk stroomt, neemt je alles wat zich, zoals het zich voordoet. Je bent meegaand, je stelt je flexibel op, waardoor je leven waarschijnlijk vaak verandert en je veel reist. En de eerste houttype is, noemen we hout met de nummertje 3. Dat is eigenlijk de stam. Laten we samen lezen. Als persoon ben je in harmonie met jezelf en als het moet kan je krachtig vlammen. Je hebt een scherp analytisch vermogen en weet dit goed soms iets te scherp te verwoorden. Met je creatieve en enthousiasme zie je direct oplossingen voor een mogelijke problematiek. Jouw rechtlijnigheid kan wel eens een remmende factor zijn. Ranjanam heeft samen met de aanwezigen hun persoonlijk energie-element berekend aan de hand van hun leeftijd en hun geboortemaand. Veel van de aanwezigen waren verrast, omdat ze dachten een ander energie-element te hebben. Als je in 1960 bent geboren en het is de maand januari, de periode van januari tot en met 4 of 5 februari, dan moet je 1 jaar terugkijken. Wie is er in januari, februari geboren? 1 persoon. Niet meer mensen? Oké, hoeveel? 5 januari. 19? Ja, dan moet jij naar 1964 kijken. Dus als ik met jou mee mag kijken, dan is 1964, ben jij een vrouw, heb jij de kwaliteit van 6 metaal. Ja? Zullen we het even samen doen? Wat ben jij? Wat voor jaar ben jij? Ja? April. Oké, dan ben jij een 8 aarde. Alus Anil Ranjanam, Health and Wellbeing Coach, heeft gisteren een workshop verzorgd over Health and Wellbeing Living. De workshop is gehouden in Jacana Wellness Resort aan de Komowijnenstraat.